Enquête evenementenvisie, Landrover Commercial opgenomen op Terschelling, Stolpersteinen in de Boomstraat en Torenpraat met Jan van Rees. Het is zaterdag 8 mei, welkom bij het Terschelling TV-journaal. We beginnen even met het weer. Afgelopen week troffen we het niet. Het was stormachtig en koud. Alhoewel, aan het eind van de week knapt het behoorlijk op. Het bleef droog en liet de zon zich regelmatig zien. Voor komende week blijft het wisselvallig met af en toe zon. Maar de temperatuur die blijft steken rond de 12 graden. De afgelopen tijd zijn er op diverse plaatsen op de Schelling ooievaars gesignaleerd. De ooievaars broeden niet op de Schelling, maar gebruiken het eiland om aan te sterken voor de rest van de reis. Bij de eerste eilanders tussen de 18 en de 60 viel deze week de uitnodiging op de mat voor de eerste vaccinatie. De GGD komt direct naar de Pinkster vanaf 25 mei naar het eiland om samen met de huisartsen deze groep te vaccineren. Het is alweer 50 jaar geleden dat zeehondencentrum Pieterburen zijn eerste zeehond opving. Dit gebeurde toen nog door Leni het Hart in een tuiltje in de achtertuin. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot het grootste zeehondenopvangcentrum van Europa, waar gemiddeld zo'n 300 zeehonden per jaar worden opgevangen. Op 4 mei vond op de Schelling, net als in de rest van Nederland, de dodenherdenking plaats in aangepaste vorm. Op de algemene begraafplaatsen zijn de traditionele kransen gelegd. Komende week ontvangen alle inwoners van 16 jaar en ouder een code voor een enquête over evenementen op het eiland. De uitkomst hiervan wordt gebruikt voor de invulling van de evenementenvisie van de gemeente. Hessel en Gerrit-Jan gingen langs bij onze wethouder Jeltje Hoekstra. Ja, we zitten hier op een van de meest bizarre plekken van de Schelling. op de meest mooie plek van de Schelling om te wonen in ieder geval. Dit is wel een plekje, hè? Zeer prachtig, ja. Dit is een mooi plekje. Ja, zeker. We zitten hier vanavond bij Jeltje Hoekstra om kennis te nemen van de op handen zijnde enquête over evenementen. Precies. Jeltje, wat houdt het nou in? Ja, nou, we zijn bezig als gemeente met een opstellen van een evenementenvisie. En dat kunnen we niet zomaar zelf bedenken. Daar willen we eigenlijk input hebben van iedereen van het eiland. Dus we hebben een bureau ingehuurd, omdat het een hele grote klus is voor ons als gemeente om dat zelf te doen. We hebben een bureau ingehuurd, die helpt ons daarbij. En die gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen aan het bedenken hoe we in de toekomst met evenementen om willen gaan. Dus we gaan binnenkort inderdaad een enquête, gaat de deur uit. Bij iedereen wordt dit formulier in de bus bezorgd als het goed is. En niet alleen voor één persoon, maar voor alle mensen die in dat huis wonen boven de 16. Dus iedereen mag meedoen, krijgt een unieke code en dan kan je die enquête invullen. En er worden allemaal vragen gesteld over wat jij hebt met evenementen, wat je ervan vindt, hoe je de toekomst ziet voor evenementen, wat je belangrijk vindt. Nou, en zo wordt iedereen daarbij betrokken. Ja. Verder zijn er nog heel veel gesprekken geweest met allerlei stakeholders, noemen we dat. Dat zijn alle. Dan heb je het over? Over organisatoren van evenementen. Oerol bijvoorbeeld, Berenloop, Zet wordt daarbij betrokken. Maar ook allerlei andere organisatoren van evenementen worden betrokken. Maar ook ondernemers. Strandtenthouders, van winkeliers. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar de stem van de inwoners vinden we ook heel belangrijk. Dus vandaar ook een enquête die verspreid wordt op elk adres waar iemand woont. En niet alleen dat, we hebben er ook voor gezorgd dat ook huiseigenaren zoveel mogelijk ook mee kunnen doen aan die enquête. Wat houdt huiseigenaren? Nou, huiseigenaren, bijvoorbeeld mensen die niet op de Schelling wonen, maar hier wel ook een huis hebben. Ja. Oké. Recreatiewoningen bijvoorbeeld. Er zijn ook twee dingen die in de burgerij de vragen oproepen. En dat is één. De vraag één is, wat gebeurt er met de traditionele eilanderevenementen? We hebben het over Sundrum, Xinjiang, reddingsboten te water laten, noem het maar op. En de tweede vraag is, waarom een extern bureau voor een hoop geld? Ja. Nou, het zijn alle twee goede vragen. We zullen echt Sundrum. Kijk, als we een evenementenvisie maken, dat betekent niet dat de hele wereld in één keer gaat veranderen. We gaan alleen opschrijven dat als iemand met een verzoek komt om een evenement te organiseren, dat we kunnen kijken waar moet zo'n evenement nou eigenlijk aan voldoen om waardevol te zijn voor de Schelling. Het gaat niet alleen om de organisatoren dat die dat zelf waardevol vinden, maar het gaat er met name om dat het ook waardevol is voor het eiland. Op wat voor manier dan ook.
Wij hebben nu een APV, dat is een verordening waarin we alle dingen rond openbare orde en veiligheid in hebben geregeld. Dat is het enige waar we nu aan toetsen en voor de rest eigenlijk niet. Nee. Nou, dat betekent dus, nou, jij hebt wel eens opgetreden in hele prachtige zalen, Ahoy of weet ik veel waar. Maar wat je dan niet wilt eigenlijk is dat als eiland gewoon een soort van open Ahoy wordt, hè, waar iedereen maar neer kan ploffen. Je wilt daar toch wel een beetje keuzes in kunnen maken. Maar hoe we die keuzes moeten maken, ja, dat is nou net de vraag. En die vraag gaan we aan de eilanden stellen. Ja, maar geeft het, als je zo'n visie opstelt, dan lok je natuurlijk ook reacties uit als het gaat om mensen die dit eigenlijk helemaal niks vinden. Het kan zomaar zijn dat er iemand zegt, ja, al die paden door die straat hier in Mistel met Sint-Jan, heb ik helemaal geen trek in. En dat staat niet in die visie. Hoe gaan we daar dan mee om? Dat kan, maar als er zo iemand is die dat invult, die mag dat natuurlijk vinden. Nee, die mag dat invullen. Maar als het hele eiland dat nou niks zou vinden, nou, dan is dat dan jammer voor Sint-Jan. Ja, maar dat gaat dus natuurlijk niet gebeuren. Want als die visie er ligt en conform de visie is iemand er tegen, dan zit je wel met een probleem. Ja, dan zit je met een probleem. Maar wat je dus, je gaat niet een specifiek een evenement noemen of een Sundrum. Of dat zijn gewoon eilanderen evenementen die natuurlijk altijd zullen blijven bestaan. Daar kan geen gemeente tegenop om dat maar eventjes om zeep te helpen. Nee. Zo simpel is dat. Dat hoort bij het eiland. Er zal ook niemand het in zijn hoofd halen om te bedenken dat dat niet meer bij het eiland hoort. Ja. Maar waar het om gaat is dat je dus echt kunt zeggen van, wat vinden we dan belangrijk? Waar moet de gemeente nou op letten bij een evenement? Het gaat om je eigen omgeving. Hè? Wat is belangrijk voor mijn leefbaarheid? Mm-hmm. Als je elke week een popconcert naast de deur hebt, dan is het niet meer leefbaar. Nee. Nou, dat zal ook niemand willen waarschijnlijk. Maar dat soort dingen wil je gewoon graag in zo'n visie hebben. Visie is echt vooruitkijken, visionair zijn. Wat is de blik op de horizon? Wat vinden we wel en niet belangrijk? En dan gaat het niet om dat evenement wel of dat evenement niet. Dan gaat het om van, wat past nou bij Terschelling? Zou zo'n visie uiteindelijk niet een waslijst aan eisen oproepen wanneer je een evenement wil organiseren? En dan heb ik het niet eens over een eiland of een oerol, maar heb ik het over een kleinschalig evenement. Dat je als organisatie van een kleinschalig evenement, dan een wirwar in een wirwar van regels en rapportjes en eisen wordt gestort. Hoe zit dat? Ja, dat is niet de bedoeling van de visie. De visie is niet bedoeld om allemaal regels te stellen van, dan moet je dat formulier invullen en dat formulier. Dat is niet wat een visie beoogt. De visie die beoogt echt om veel breder te kijken van wat je wel en niet wilt. En dat invullen van die formuliertjes, dat hoor ik ook wel vaak van organisatoren, dat ze dat toch wel zo langzamerhand wel een probleem aan het vinden zijn. Ja. En ik denk dat dat ook best wel lastig is. En kostbaar, hè? En kostbaar, maar het is voor ons ook als gemeente, hè? Maar dat is wel nodig, omdat je dus een aantal evenementen heb gehad waar het niet op de Schelling gelukkig, maar waar het dus uit de klauw is gelopen. En ja, hoe het dan in Nederland gaat, dan krijg je een soort van regelreflex, noemen ze dat. Dus dan moeten wij allemaal dingen vastleggen. Ja, daar ontkomen wij soms ook niet aan. Dus dat is gewoon, maar dat staat los van een visie. De visie is echt bedoeld om nu eens wat breder te kijken van wat willen we nu eigenlijk wel en wat willen we niet. En waarom is dat dan? Hoe zouden we dat kunnen toetsen van wat belangrijk is voor Terschelling en wat belangrijk is om in onze overwegingen mee te nemen, behalve die hele waslijst van openbare orde en veiligheid dingetjes. Krijgt het dan toch niet, wordt het dan toch niet in het sfeertje getrokken van een soort bestemmingsplan, maar dan voor evenementen? Nee, een visie is niet een regelvast geheel of zoiets dergelijks. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende evenementen. Je hebt kleine evenementen die gewoon bedoeld zijn voor de gezelligheid van Terschelling zelf, hè, voor inwoners zelf. Een buurtbarbecue of iets met een vereniging of noem maar op. Je hebt evenementen die gewoon echt bedoeld zijn om hier mensen naartoe te trekken. En je hebt evenementen die hier zijn als mensen hier zijn. Dan willen ze soms ook wel eens even wat anders leuks doen dan door de bossen en de duinen wandelen. En dus dan is het ook fijn als je een braderie kunt organiseren of dat soort dingen. Dus je hebt verschillende types evenementen. Het is gewoon heel goed om te kijken als de Schelling van wat vinden we nou van al die dingen. En dan gaat het met name ook om, denk ik, om grotere evenementen. Van, nou, hoe kunnen we die balans houden van leefbaarheid en ook wat goed is voor de Schelling zelf, economisch gezien bijvoorbeeld. Hè? Want
Nou, het is hier natuurlijk prachtig. Er komen hier heel veel mensen. Mm-hmm. Maar het eiland, als het alleen maar voor de eilanden zou zijn, dan zou het hier bittere armoede zijn. Dus ja. We moeten ons ook realiseren dat je gewoon ook dingen nodig hebt om mensen hier naartoe te krijgen. Maar tot hoe ver wil je gaan? Hè? Dus ja. Dat is een goede vraag, denk ik, om beantwoord te zien in zo'n visie. Ja. Is het de bedoeling dat je alle categorieën meeneemt in die visie? Dus, en heb ik het over van op een riet gaan met de buurt inderdaad. Hè? Want vanaf hoeveel personen ga je dan die evenementjes of gebruiken onder een evenementenvlag gooien? Ja, nou, wanneer start een evenement en wanneer houdt dat op? Wanneer is het een folklore en wanneer is het een evenement? Ook al folklore kan gepaard gaan met 300, 400, 500 mensen. Ja, dat klopt. In onze APV zijn er al wat dingen voor vastgesteld waar je dan aan moet denken. Hè. Sommige mm-hmm. dingen kun je gewoon met een melding regelen. Ik denk dat een evenementenvisie daar niet heel veel verandering in zal aanbrengen. Behalve wanneer blijkt dat het hele eiland last heeft van alle buurtbarbecues. Maar dat geloof ik niet. Mm-hmm. Hè, dus het hangt ook een beetje vanaf hoe mensen het beantwoorden. Het hangt ook een beetje af van de gesprekken met de organisatoren. Met de gesprekken van alle belangenorganisaties die er zijn op het eiland. En dat gaat niet alleen dan om belangen. Organisaties die heel graag evenementen willen hebben, maar ook belangenorganisaties die staan voor andere zaken. Dus er wordt echt heel breed gekeken. Er zijn nu al 30, 40 gesprekken geweest met allemaal grotere of kleinere partijen op het eiland. En nu komt dus die enquête eraan, waarbij dus ook alle inwoners als inwoners zijn ook hun visie erop kunnen geven. Nu nog even vraag 2. Waarom een externe bureau? Nou, het is gebleken, we zijn wel heel dapper begonnen met onze eigen ambtelijke organisatie. Maar het is gebleken dat je hier toch wel hele specifieke expertise nodig hebt. Hè? Onze ambtelijke organisatie is echt bedoeld voor alles wat lopende zaken zijn. Zeg maar. Dat kunnen we allemaal prima handelen. Maar als je echt dingen hebt die heel veel tijd kosten, die extra expertise nodig hebben. Ja, die mensen lopen niet zomaar even rond in ons gemeentehuis. Toch over een enquête? Nee, we hebben het over het ontwikkelen van een visie. Dus de enquête maakt daar een onderdeel van uit. Maar alle informatie die er komt, die wordt verzameld door het bureau. Er worden nog weer gesprekken over gevoerd. We denken dat het ongeveer die en die kant op gaat. De 5 belangrijkste thema's worden er bijvoorbeeld uitgelicht die naar voren komen. En dan uiteindelijk gaan zij ook de visie schrijven. Die gaan ze ook steeds weer toetsen aan bepaalde partijen. Ook aan de gemeenteraad. Van zitten we op het goede spoor? Moeten we dingen anders doen? Nou, daar heb je wel echt de kennis en de know-how voor nodig die dit bureau heeft. Ja. En dat gaat dus eigenlijk om een visie die door een externe bureau bedacht wordt uiteindelijk? Nee, dat is dus juist het mooie. Iedereen op de Schelling kan meedenken. Ja, in de enquête. Nee, ja, maar die enquête die geeft dus heel veel dingen aan. Maar ook alle gesprekken die gevoerd worden, die geven heel veel dingen aan. En al die ingrediënten, die mm-hmm. maakt dat er straks een evenementenvisie uitkomt die van en voor en door de Schellingen gemaakt is. Alleen omdat iemand anders het opschrijft, wil het nog niet zeggen dat het van die ander is. Het wordt echt iets van ons allemaal. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dit is hem, hè? Dat is hem, ja. De folder. Die mag dus die krijgen niet. Jullie volgende week allemaal in de bus. Ongehoord om te zeggen, dit is een heel belangrijk formulier? Zeker. Let op, gooi hem niet bij het oud papier, maar vul hem in. Want dit is voor ieder zijn toekomst van groot belang. En er komt een code op te staan, je kunt hem online invullen. Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar goed mee omgaan. Er staat achter op de brochure staat ook een e-mailadres. Je kunt gewoon even met de gemeente bellen om ook een online of een papieren versie te krijgen. Een analoge versie. Juist, precies, meneer Van der Kooij. Een analoge versie. En die kan dus ook opgevraagd worden en dan kan je hem ook nog op papier invullen. Mag ik u bij deze bedanken voor deze nuttige, waarschijnlijk belangrijke informatie? Heel graag gedaan. En jullie bedankt dat we even die zendtijd konden hebben om deze enquête... Daar zijn wij voor. ...in ieder geval te promoten en ook even uit te leggen wat we precies aan het doen zijn heel op dit belangrijk. Moment. Heel belangrijk. Dank je wel. Oké. Okay. Vorige maand heeft Land Rover Nederland op de Schelling de nieuwste commercial voor de Discovery plug-in hybride opgenomen. Omdat de Schelling de hoogste landroverdichtheid heeft, was de keuze voor het eiland natuurlijk snel gemaakt. Daarom willen we jullie deze prachtige beelden niet onthouden. Alle schepen, verkeerscentrale, brandweerders. Geldt de waarschuwing voor de scheepvaart. Verwachting tot vanavond 7 uur. Huidige weersituatie, de wind, de zuidwestkracht 8.
Dit is je hele route. Ja. Er zijn een paar plekken waar je goed op moet denken. Je hebt stuifduinen. Ja. Dat is al door de storm. En als je op een gegeven moment klapzand tegenkomt, dan is er een alternatieve route. In vast komt te zitten. Serieus probleem, hè, Thijs. Succes. Dankjewel. We zien elkaar. Hoi. Hoi. Morning. Hoi. Kerel. Goedemorgen. Goed je te zien. Mooi ritje. Lekker weer, hè? Godzijdank. Dit is mijn element. Gaan we racen? We gaan racen. Ik ben er klaar voor. Mooi. Ik ga even weer checken, optuigen en dan ben ik er ook klaar voor. Vanaf een uur of 12 komt die storm aan. Ja. Ja, dan wordt het echt aanpoot. The Perfect Storm. Een challenge tussen de elementen. De Discovery Sport Plug-in Hybrid tegen Yuri en zijn kite. Stroom versus wind. En daar is de hurricane. Wij gaan zo vertrekken. De begeleiding van de kitesurf op de Noordzee over. We hebben te maken met een zuidwestenstorm. En als je dan materiaalpech krijgt, dan waait de kitesurfer uit de kust richting Denemarken. Thijs, zodra Yuri langs je is, mag je vertrekken. Ik ben ready. Hier rechtsaf voor die alternatieve route. Je bent nu bijna weer op het strand. Bij de overgang eroverheen. En in rechte lijn op naar de finish. Gas, gas. Laatste stukje naar de finish. Thijs, je hebt gehaald, jongen. Dat was dik, hè? Op initiatief van Hilde van Dieren en haar dochter Vera zijn voor de Torenstraat nummer 2-3 stolpersteinen in de straat geplaatst. Gerrit-Jan en Michel waren bij de legging aanwezig. Ziet ze, wat hebben we zojuist gezien? Michel, ja, we hebben zojuist, dat heb ik samen met Gea van Essen en Vera de Lange van Hilde van Dieren, zoals we haar kennen, hebben 3 stenen hier geplaatst voor, deze winkel. En dat zijn niet zomaar stenen, dat zijn hele bijzondere stenen, dat zijn zogenaamde stolpersteinen. Die stolpersteinen herinneren aan 3 mensen die deze plek hebben gewoond, want ter Schelling zijn mensen afgevoerd. En uiteindelijk 2 van de 3 in een vernietigingskamp omgekomen. Om dat te herinneren zijn er op heel veel plekken in Europa, maar nu ook dus op de Schelling, deze stenen geplaatst. Dus die herinnering die wordt hier weer levend gemaakt. En de mensen hebben hier gewoond? Deze mensen, ja, die hebben hier gewoond op deze plek. Die, als ik als jongen ken, was de kapsalon van Willy Krakauer. Maar dit is ook de plek waar in de Tweede Wereldoorlog mensen, familie Pais, gewoond heeft. Met 2 mensen die naar de Vaste Wal moesten vertrekken en uiteindelijk dus een tragisch lot hebben ondergaan. Ja, nou is het initiatief vanaf de Schelling gekomen? Ja, van Vera, dus dat is heel bijzonder. En het is ook echt daarom bijzonder dat jonge mensen, laatst hadden we ook al zo'n bijeenkomst, dat verhalen van het verleden zijn bewaard gebleven. Maar het is heel bijzonder dat jonge mensen deze herinneringen helpen levend houden. En dat ook doen samen met een club, een professionele club als Giel de Nuance, die daarmee bezig is. Dat is extra bijzonder. En daar hebben jullie samen de schouders onder gezet om dit mogelijk te maken? Ja, wij hebben geholpen om het technisch voor elkaar te krijgen met de hele organisatie. Dat ligt natuurlijk bij deze initiatieven uit de samenleving zelf. Fantastisch om te horen. Ja, dat is absoluut. Want het is ook heel belangrijk dat die dingen gebeuren. Want het is natuurlijk om die herinnering levend te houden. Het is om verbinding te maken tussen een plek en een gebouw en een gebeurtenis, een tragische gebeurtenis. Maar ook in de verbinding aan de samenleving, hoe de dingen gebeuren. Ja, ik vind dat heel bijzonder te Schellings. En nog belangrijker is dat je er ook een boodschap mee uitdraagt. Dus op een dag als vandaag blijven herinneren. We moeten waken dat dit nooit weer gebeurt. Dankjewel. Gea, we hebben net de onthulling van de stolpersteinen gehad. Hoe belangrijk is dat voor te Schelling? Dat is voor Ter Schelling uiteraard heel belangrijk, omdat we daarmee zichtbaar maken dat we hier
ook voor de oorlog en in het begin van de oorlog nog Joodse inwoners hadden. En die gedwongen zijn vertrokken door de Duitsers naar Amsterdam moesten. Waarbij één overleden is en in Amsterdam al en twee zijn afgevoerd naar de concentratiekampen en daar zijn omgebracht. En dat we dat nu hier helder voor de deur op het Brandarisplein hebben liggen, is natuurlijk heel goed dat het zichtbaar is. Weet je? Want mensen moeten onderweg, je moet de cultuurhistorie tegenkomen. En je moet de geschiedenis kunnen herkennen als je op straat loopt. En de Stolpersteinen zijn daar een hele duidelijk beeld van ons oorlogsverleden. Ja, want jullie als stichting houden je ook bezig met het zichtbaar maken en behouden van de cultuurhistorie? Ja, we zijn een vereniging. Een vereniging? Dat vooropgesteld, vereniging cultuurhistorische vereniging Skilgemielandse. Wij zijn inderdaad, wij proberen zoveel mogelijk cultuurhistorie zichtbaar te maken hier van het eiland. En dat doen we op vele manieren en dit is er één van. We waren heel blij dan ook dat we door de gemeente gevraagd waren om de aanvraag te doen bij de stichting die Stolpersteinen overal in Europa neerlegt. Of tenminste initieert daarin. En wij hebben dus uiteindelijk ervoor gezorgd dat ze hier ter plekke kwamen. En we zijn ook heel blij met het initiatief van Vera en Hilde om dat te vragen aan de gemeente of dat hier op de Schelling mogelijk zou zijn. En wij zijn heel blij dat wij daar de bijdrage hebben kunnen leveren die we gedaan hebben. Heel mooi om te horen. Dankjewel. Graag gedaan. Vera, jij bent initiatiefnemer van de stolpersteinen die zojuist gelegd zijn. Ja. Hoe ben je erop gekomen? We hadden tijdens de geschiedenisles in Harlingen, toen ik daar op school zat, begon onze docent erover dat zij een keertje zag dat een steen werd gelegd. En toen heeft zij uitgezocht wat het eigenlijk betekende. En toen kwam ze ermee dat als wij op straat liepen in Harlingen, dat je af en toe een gouden steen op de straat lag. En wat het eigenlijk inhield. En dat het ter nagedachtenis was van een vreselijke gebeurtenis die in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Ja, ja. Maar goed, nou zijn ze hier gelegd. Ja. Dus hoe is dat gegaan? Gelukkig. Ik heb samen met mijn moeder ernaar gekeken. Omdat wij heel erg het belang erin zagen om erbij stil te blijven staan. Om na te denken aan welke vreselijke gebeurtenissen er zijn geweest en hoe gelukkig wij kunnen zijn met de situatie waar wij nu in leven. En mijn moeder die heeft het voornamelijk uitgezocht hoe het zat met de Joodse mensen die hier op de Schelling hebben gewoond. En toen zijn we erachter gekomen dat er ook in het pand waar de IJszee zit op de Schelling, dat daar 3 Joodse mensen hebben gewoond tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat deze helaas weg zijn gevoerd. Ja. Op vreselijke omstandigheden. En toen heeft zij het in actie gezet om met de gemeente samen de strompelstenen ook naar de Schelling te kunnen halen. Nou, dat is echt een heel mooi initiatief. En ze liggen er nu ook. Ja. Dat moet toch wel echt een goed gevoel geven dan? Ja, heel erg. Ik moet ook zeggen dat ik normaal wat meer praat. Maar dit raakt me wel heel erg. Ja, het maakt me ook echt wel... Ik kan met nog meer geluk spreken dat ik hier vandaag kan staan. Zeker. Met het feit, als ik kijk naar die stenen, dat er één iemand is die ongeveer dezelfde leeftijd had als ik. Het is zo onwerkelijk dat je in zo'n wereld toen hebt kunnen zitten. Ja, dat doet wel wat met me. Ja. Ik zie het. Nou, dankjewel dat je dit geregeld hebt. En, ja. Heel erg nou, mooi iedereen dat je... heel erg bedankt dat dit heeft gekund. Dat het echt, dat het er nu ligt vooral. Ja. Ja. En voor heel lang. Ja. Ja, gelukkig wel. Dus bedankt daarvoor iedereen, absoluut. Ja. En jij ook bedankt. Graag gedaan. Onze nieuwe rubriek Torenpraat slaat zeer goed aan. Deze week maakte Michel zijn wandeling met torenwachter Jan van Rees. Torenpraat nummer 5. En deze keer halen we onze gast op uit de toren. Ik zal even aanbellen. Dag Jan. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom bij Torenpraat. Ja, dank je. Mooi dat je mee kunt doen. Zeker. Jan, jij bent torenwachter. Ja, verkeersleider tegenwoordig. De torenwachter klinkt wel wat spannender. Ja, dat klopt. Dat is ook een beetje zo zeggen ze het in het dorp, zeg maar. Maar dat was eigenlijk die man met de baard, die pijp, die grote kijker die in vuur aanstak dat er wat aan de hand was. Maar nu is het echt verkeersleider.
En jij bent hier geboren, je bent een geboren eilander? Ja. Ja. Heb je dan als kind altijd al een droom om op de toren te werken? Nee, ik heb nooit gedacht dat ik hier zou werken. Ik wilde varen. Maar mijn moeder bracht me naar bed een keer dat ik 4 jaar was. En toen, elke keer kwam er zo'n licht door mijn gordijnen. Dus toen vroeg ik aan mijn moeder van, ja, wat is dat nou? Toen zei ze van, nou, er staat in het midden in het dorp staat een hele grote toren. Ja. Daar woont een reus op. En er zit een boek te lezen met een lampje erop. En elke keer als je een bladzij omslaat, dan zie je die flits van die toren. Dus, nou ja, 50 jaar later. Hè? Zit je erop? Zit ik hier. Ja. En hoe is dat dan, als je dan je eerste werkdag op de toren hebt? Ja, heel anders dan varen natuurlijk, maar wel super interessant. Want je bent wel met de scheepvaart bezig, je bent de scheepvaart aan het begeleiden. Dus ja. Het is een super interessante job. Maar ook de zeker. Uitzicht natuurlijk. Ik denk dat je het mooiste uitzicht op je werkplaats hebt van heel Nederland. Ja, zeker weten, zeker weten. Het is elke dag anders. Wolken en wind en storm en het water om je heen natuurlijk. Dus, ja. Maar jij komt ook van het water. Heb je altijd op het eiland gewoond? Ja, 1965 hier geboren en op de haven. En daar heb ik tot mijn 18e gewoond. Toen ben ik gaan varen. 22 jaar gevaren. En nu 16 jaar op de Brandaris. Maar alles draaide om water. Mijn vader voer. Dat was een stoere zeeman waar ik naar opkeek. Nog steeds. En dat was mijn voorbeeld. Dus die heb ik gevolgd, zeg maar. Ja. Hey, want we zien het ook wel aan je jas. Dus, ja. Je bent zit bij de KNRM. Ja, dat doe ik nu 20 jaar. Ik vaar als schipper op de Arie Visser. En 20 jaar geleden ben ik bij Paal 8 begonnen, op een kleinere boot, op het strand. En na een jaartje ben ik naar de grote boot gegaan en ben ik schipper geworden. En, dat doe ik nog steeds. Is het niet moeilijk als je dan boven zit dat je denkt van ik moet die kant op? Dat is een hele goeie. Dan begint daar adrenaline te stromen en dan kan ik daar natuurlijk niet weg. Dan gaat die pieper en dan kan ik niet weg. Maar ja, dat hoort erbij. Ja, je kunt wel ondersteunen natuurlijk. Ja, zeker. Dus je bent wel onderdeel van het geheel. Ja, zeker. Maak je nou wel eens dingen mee dan? Als je als redder de zee op moet? Ja, het zijn soms best heftige dingen. Je hebt reanimaties en verdrinkingen. Maar er gebeuren ook mooie dingen. Je bent natuurlijk altijd mensen aan het helpen. Maar je gaat vaak naar een situatie waar mensen weg willen. Ja. En daar ga jij naartoe om het op te lossen. Ja, het is heel dankbaar werk, dat zeker. Maar ook wel eens heel spannend inderdaad. Met zware stormen en zo, dan is het adrenaline. Maar dat is eigenlijk het lekkerste gevoel. Ja. Want dat maakt je wel heel, je vaart met hele moderne boten. En als je dan die golven van 10 meter aan ziet komen en je kan het bedwingen, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Als je er ook tegen kunt. Ja, je moet er wel tegen kunnen, maar iedereen bij ons aan boord, als de adrenaline er even niet is, als je ergens stand-by moet liggen, iedereen wordt ziek, iedereen wordt zeeziek, dus dat is heel normaal. Nou heb je nog veel meer met water, want je bent ook een zeer succesvolle roeicoach. Ja, klopt. Ja. Ja, we zijn een hele tijd geleden begonnen met een damesteam. Die hadden me gevraagd om te gaan sturen. En daar heb ik gezegd van we gaan het een paar weken uitproberen. Als jullie blij met mij zijn en ik blij met jullie, gaan we door en anders niet. Maar we doen het op mijn manier. En dat hebben we gedaan. En zo hebben we 6 Halingen Schelling roeiraces gewonnen. En iets van 70 andere wedstrijden in Nederland. Dus waren we zo'n beetje 6 jaar lang het sterkste team. En daarna zijn we gestopt met de dames in de Ben Wijvers in de sloep. En nu doe ik dat met de heren. En nu zijn we ook alweer 2 jaar achter elkaar, hebben we de HT-race gewonnen. En toen kwam corona. Dus nu eigenlijk al 2 jaar niks. Ja, dat is wel moeilijk dan. Ja, maar we staan echt wel weer klaar om in de startblokken om de volgende te gaan winnen. Kunnen we wel een beetje trainen dan met nu? Nee, nu doen we eigenlijk niks. De jongens zitten wel in de sportschool en zo, maar qua roeien doen we nu niks. Nee. Maar jullie willen dat record pakken, dat je de derde... Ja, zeker. Dat gaan we ook doen. Dat is zeker het doel, ja. Dan hoor ik dat je dan ook echt wel gewoon de dag van tevoren alles al bekijkt hoe het moet. Ja, zeker. Of ja, klap ik je geheim nu? Nee, zeker niet. Nee, dat weet iedereen. Kijk, het is natuurlijk heel handig. Ik heb hier 20 jaar rondgevaren. Dat je weet hoe de stroom loopt en waar het meeste stroom loopt en waar het minste stroom loopt als je tegen de stroom hebt. En even kijken waar de wind is. En, waar het droog is, waar het diep is, dat is een uitdaging natuurlijk. Ja, je bent een echte eilander. Wat is nou dat eilandgevoel voor jou? Je zegt van, als je weg bent geweest, wat is nou echt dat eilandgevoel? Ja, ik weet niet, ik ben ook graag aan de vaste wal en ook wel voor mijn werk ben ik daar. Maar als je op die boot staat en je ziet zo die toren weer staan, je komt echt weer thuis, zeg maar. Het is ook samenhorigheid, het is een hele kleine gemeenschap.
ze letten heel erg op elkaar, maar ze beschermen elkaar ook. Ja, ik vind het gewoon een goed gevoel. Dat is een uniek gevoel. Ook. Ja, zeker weten. Ja. En als we nou naar het eiland kijken, wat is nou echt het mooiste plekje van Terschelling voor jou? Nou, op zee natuurlijk. Ja. In het stortenmelk en in de branding en hier boven hier noord van Terschelling, maar vooral op het eiland zelf, de Noordzwaarder, paal 3, boven op Duin daar. Ja. Gewoon, daar heb je alles. Hè. Er is als het hard waait, stuivend zand en dikke brekers, golven en ook de stilte. Moet je wel even wat moeite voor doen om bij paal 3 te komen? Ja, dat klopt ja. Ja, in de winterkant met de auto, maar heel vaak lopen het op mountainbiken. Ja, dat is een supermooie plek. Zeker. Dat is, we zullen eens even gaan kijken daar. Ja. We staan nu voor het wakende oog. Ja. En daar geef altijd een dilemma. Maar eerst wil ik je even bedanken voordat je mee hebt gedaan. En ik heb een cadeautje voor je waar voor jou water en de toren in terugkomt. Dus, dankjewel. Kijk maar even. Oh, heel leuk. De Brandaris. Ja, fantastisch. Dankjewel. Super. Super leuk. En dan eindigen we altijd met een dilemma. Dus je moet kiezen. Oost of West? Ja, West. 100% West. 100% West. Ja. Nou ja, dan mag jij die kant op. Goed. Dan loop ik richting Oost. Okay. Dan wil ik je bedanken voor het mooie gesprek. Jullie ook bedankt. Hoi. Tot ziens. Het zit er weer op voor deze week. Volgende week zijn we weer met een nieuw journaal. Heb je zelf nieuws of iets leuks te melden voor in het Terschelling TV-journaal? Meld dan even naar info@terschelling.tv. En wil je verder nog op de hoogte blijven? Dan zou je een abonnement kunnen nemen op weekblad De Terschellinger. Hiervoor ga je naar deterschellinger.info. Leuk dat je weer gekeken hebt. Geniet van het weekend. En we zien je volgende week. Hoi hoi.